Ja, Luciano en Lilou zijn weliswaar pas 7 jaar oud, maar kunnen beter breakdansen dan dat ik eigenlijk ooit heb gekund. Ze zijn zelfs zo goed dat ze er nog een aardig zakcentje mee verdienen ook. Kijk u mee. Wij kennen elkaar van jams. Via van jams. Toen hadden we elkaar ontmoet. En toen gingen we vrienden maken. Het leukste aan breakdance vind ik om geld te verdienen. Ga je bijvoorbeeld in Amsterdam of in Rotterdam ga je een optreden doen. En dan krijg je geld van die mensen. Dus dan moet je altijd goed je best doen, zodat je geld kan verdienen. Ik heb per ongeluk vergeten om die op één plaats. Om deze doekje vergeten. Ik heb een verrassing voor jullie. Jullie komen op met een autootje, met een karretje. Dus voordat je show begint, laten we jullie oprijden met een karretje. En dan ga je, daarna ga je staan waar je optreden begint. Dus dan ga ik in een karretje vandaar. Jij wil van de trap af met een karretje? Dat kan niet. We gaan wat nieuwe dingen vanavond doen. Zoals een robot en zo. En dan doen we gewoon even breakdansen. Ja, hier zijn ze allebei. 7 jaar. Ze heten Luciano en Lilou. En ze vormen samen The Groove Kids. Productions. Ladies and gentlemen, this record is for the B-boys around the world. Damn. Don't touch that needle. You know you why? Know why.
Ja, ik ben er stil van. Robert. Oh, het is zo leuk om naar te kijken. Het lijken nog steeds twee robotjes en die vader of die moeder staat er met een afstandsbediening zo te bedienen. Nou, zo leuk. Hey, zal ik jullie een tip geven? Je moet vragen aan de productie of je het autootje in de afloop mag houden. Want dat hebben jullie verdiend. Oh, dat gaat ze geld kosten. Ja. Patrice, ja. Wat vind jij ervan? Van deze twee jonge heren. Ik vond sowieso dat ze die show hadden ze veranderd. Dat vond ik heel knap. Heel verschillend van de vorige keer. En ik vond de bewegingen fantastisch. We hebben met open mond zitten kijken. En wat ik zo leuk vond, ik kwam hem op de gang tegen. En hij zegt tegen mij... Hi, Patricia Pai. Hij denkt, ik ga er even naartoe. Dat helpt. En het helpt. Goed hoor.